Ik ga snel naar mijn kamer. Nee, dat is lullig. Je blijft nu gewoon hier natuurlijk. Kijk, nu gaat alles eroverheen. Van de stress. Oh nee. Je kunt gaan luisteren naar Larissa Groeneveld, cello. Ellen Korver, piano. Peter Brunt, viool. Dames en heren, hier is al 25 jaar lang onafgebroken van een uitzonderlijke klasse het Osiris Trio. Toen ik in de jaren 90 het Osiris Trio voor het eerst hoorde spelen, was ik meteen geraakt door het hoge niveau en de intensiteit van hun uitvoering. Nu, rond de viering van hun jubileum, kreeg ik de gelegenheid dit eigenzinnige trio te observeren in een gedreven zoeken naar de best mogelijke interpretatie van zowel het klassieke repertoire als die van een moderne, speciaal voor hen geschreven compositie. Ik vond trouwens F erg fijn. Dat komt er zo heel mooi... Ja. Uitzoeken. Ja, maar dan kunnen we dit toch iets mooier de afloop doen. Mogen we één keer Erik doen? Is dat goed? Vind je dat te vroeg? We kunnen ook later hoor. Nee, is goed. Ja? Erik nog een keer? Ja, dus dat ik zoek even waar Erik is. Dat is maat. Ja? Drie. Vier. Die plek is raar, inderdaad, hè? Maar dat ligt aan mij hoor. Laten we even op H beginnen. Ja. Moet ik iets meer de tel geven of zo? Nee, absoluut niet. Het is een mooie contrast zo. Ja. Het is een andere manier van spelen waarschijnlijk. Jij improviseert. Ja. Je staat niks van op papier. Ik sta niet de noten te lezen. En dat durf je dus met hen dan. Ja, dat in ieder geval Ja, dat is het leuke. Dat is op die avond dus ook niet aangekondigd. Dus wij spelen dit stuk gewoon. En hij komt eigenlijk vrij onverwacht komt hij op dat moment gewoon binnen. Mystery man. Even een soort randtrein en ik ben weer weg. Ja. Oh ja. Thank you.
ben eigenlijk altijd een beetje overal ingerold. Ik rolde eigenlijk in een soort solo-opleiding, wat ik me nooit mee bezig was geweest. Maar ik ging wel steeds beter spelen. En toen moest ik aan een concours meedoen, Oscar Bak. En dat won ik dan ook nog. En het was eigenlijk allemaal, ik hobbelde er qua bewustwording een beetje achteraan. Van, oh, dan kan ik kennelijk toch wel goed spelen dat ik dat win. En, oh ja, dan moet ik wel met orkesten. Oh, wil ik dat? En toen wilde ik eigenlijk liever kamermuziek. En dat is heel stapsgewijs is dat gegaan, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ik heb gelukkig wel met veel orkesten, veel solo-concerten gespeeld. Ja. Dat is bij dat lesgeven heel fijn. Ik ken al die stukken echt goed. Ja, het is echt ja. Repertoire. Ja. Maar nu interesseert me dat minder. Als ik dan denk, laat Janine Jansen dat maar doen, hoor. Die, ja, ja. Daar geniet ik veel meer van dan, zeg maar. Ja. 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 Maar ja. Dat soort roemdromen... Nee, dat heb ik nooit gehad. Op nee, manier. Nee, nee. Ik vond ook, ik ben ook toen vroeg in het Concertgebouworkest. Dat wilde ik wel graag. Dus, ja. Bij trio wilde ik eigenlijk ook altijd wel. En dat is, gaandeweg heeft zich dat ontwikkeld. Ja. En niets is leuker dan een trio-concert met een oplettende zaal. Dat is toch het fijnste. De viool en de cello zijn echt één instrument. En dat gaat dan heel goed samen met de piano. En dat is echt een ons geluid, vind ik. Als nee, maar ik wil dus dat jij meer speelt. Sterker speelt. Jij moet sterker spelen. Ja. Want in feite... Dat is te weinig anders. Ik vond dat jullie hebben... heel goed in balans gisteren. Ik had de indruk van niet, eerlijk gezegd, op het begin. Ons streven en misschien ook wel onze eigenschap is dat we heel erg vanuit de muziek denken. En dat we niet drie personen zijn die ongelooflijk willen schitteren of willen individueel willen, zich willen ontplooien. Spelen jullie nu heel bescheiden, hè? Dan moet ik echt oppassen, want... Ik kan niet van... Oh, ik spreek. Nee? Het is Sourdine, hè? Oh, ja, het is Sourdine. Ook, ja. Maar het is mooi, hoor, El. Ja, dit, tot nu toe. Maar nu loop ik echt vast, merk ik. Oh, gewoon okay. Helemaal vanwege ik kan ook het iets meer proberen, niet... hoor. Ik was namelijk zo lekker naar jou. Het was zo duidelijk. Ja, alles daarvoor is echt veel beter. Dat heb ik echt gestuurd. Ja, het is heel mooi. Dat is ongelooflijk. Zo verschil. Het helpt zo, werkelijk. Maar kunnen jullie echt een beginnetje geven met die fluitviolet? Ja? Het hoeft allemaal niet zo even door voor bij twee... Waar we... Ik heb het gevoel dat de piets van jou later zou kunnen als ik het hoor met... Dat hij gewoon nog rustiger kan zijn, want ik moet toch echt twee octaven over. Ja? Ja. Mooi.
elkaar spat. Ja, mooi. En dan is het spat gelijk en heb jij de tijd. Ja. En ik ook. Dat is ook fijn. Heel fijn. Een win-win situatie. Ja, oké. Ja? Ik zat te denken, kunnen we niet toch nog iets meer crescendo maken bij 87, 387? Want hij komt me zo echt heel plotseling een subito fortissimo. Ja, klopt. Ja, maar het is een beetje... Ik heb van die... Ja, ja, daarvoor, ja. Ik ben een beetje met die noot altijd daar een beetje... Okay. Het moet natuurlijk lekker doorgaan, maar als ik geen referentie heb, dan is het gewoon heel maar misschien moeten we het gewoon toch ook in zijn geheel nog zachter spelen, ja, denk ik wel. Mag ik een vraag? Over dit stuk hebben jullie wel behoorlijk meningsverschillen gehad. In de voorbereiding van de laatste tijd, zou ik maar zeggen. Over dit altijd, stuk. Altijd. Altijd? Dat is altijd zoeken. Ja. Ja, maar dit is echt wel een extreem moeilijk stuk. Zeer gecompliceerd. Ook, echt heel gecompliceerd, want het is zo verweven. En het zijn echt 6 stemmen en dan natuurlijk nog heel veel erbij toegevoegd. En het is ontzettend moeilijk om echt goed te doseren. En ook gewoon te balansen. Want ja, het is echt zo helemaal dat je ook af en toe weg moet mengen. En dat is gewoon lastig. Ja. Maar heb je dan niet dat de een soms heel andere opvattingen heeft over hoe het moet worden gespeeld dan de ander? Ja, wel. Ja. En dan moet je dan toch uitzien te komen, zeg maar. Want je gaat natuurlijk ook heel erg van je eigen materiaal uit. Ja. Wat kan en wat een beweging is wat daarbij past of zo. En dat kan soms gewoon botsen als de een natuurlijk een hele andere beweging heeft dan de ander. Is dat gewoon heel lastig soms. Ja. Ik denk dat het ook bij dit stuk heel erg speelt. Dat die pianopartij natuurlijk in feite geen... niet vanuit de piano in den beginne bedacht is natuurlijk. Ja. Het is dat strijkkwartet, dat heeft hij natuurlijk naar piano geschreven. Dus er zitten echt ongelooflijk onpianistische dingen in. Soms merk ik echt dat ik hier tegen de grenzen van wat die piano kan... en wat ik kan, zeg maar, gewoon in sprongen en stemmen door elkaar... en polyfonie en ritmes door elkaar. Het is gewoon... Ja, soms is het bijna te. Het is gewoon niet vanuit de piano. Was dat niet tijdens de plaatopname van dit stuk... dat de meningsverschillen daarover nogal uit de hand liepen. Ja. Nee, ik heb daar ook over nagedacht, inderdaad. Dat is ook zo. We hadden een ontzettende... hoe zeg je dat? Moment dat het even echt helemaal niet meer liep. Ik denk ook dat komt omdat je... als je onder zoveel spanning, zeg maar... of zo'n moment van dat je... zo'n stuk vraagt zoveel van je. Van ieder van ons. En ook... in je gevoelsleven ook. Op dat moment was dat voor mij veel minder een heftig moment... omdat ik eigenlijk niet zo met haar eens was ook. Dus het was voor mij... en het was dus ook voor mij niet zo'n enorm punt. Ja. Het was... eigenlijk achteraf kwam het ook gewoon echt heel goed. Het was niet zo'n... Ik geloof niet dat het nou echt... Het was wel duidelijk het was een heel grappig moment... omdat de opname was in België, in Mechelen. En het was een heel humoristisch, fantastisch professioneel stel... die de opname deed. En die hebben die discussie, ruzieachtige discussie, gadegeslaan. En ook dachten, dit is het Hollands polermodel. Hoe gaan we hieruit komen? Dit was duidelijk geen voorbeeld van een polermodel. Dus... Ik denk dat je gewoon toch soms stuit op verschillende facetten... waar iedereen mee bezig is en vanuit gaat... Ja. En dat het soms kan stuk lopen even, is helemaal ook niet erg. Ik bedoel, het zou raar zijn als het niet zou gebeuren eigenlijk. Ja. Dat denk ik eigenlijk eerder. Maar één van de drie moet ze dan wel schikken op een bepaald moment. Die zegt, oké, als jullie dat zo vinden, dan ga ik daarin mee. Ja, wat we proberen eigenlijk altijd is iedereen een mogelijkheid te geven om zijn mening te laten horen. Dus als de een het iets langzamer wil, dan voegt de ander zich en de ander daarna krijgt dan zijn tijd, zeg maar. Ja, mooi. Prima. Heb je wel wat vager dat eind, hè? Dus een, Ja, het is mooi. Zo binnen impulsen. Precies. Niemand is de leider of werpt zich op als leider of als... Hè? Nee, de muziek is de leider. Dat is eigenlijk echt de leidraad. Ja. En dan heeft helemaal een mening is eigenlijk ondergeschikt. Wat ik soms lastig vind, is om toch te merken dat er bepaalde onwetendheid is bij het publiek. Dat ze zich niet realiseren dat als je op dit niveau musiceert, dat het van je vraagt dat je eigenlijk
iedere dag daarmee bezig bent. En daar uren mee bezig bent. Dus ook spelen, ja, en daadwerkelijk. En ja, en jezelf blijven ontwikkelen. En dus het grootste gedeelte van de dag, als ik geen les geef, ben ik gewoon bezig te investeren in mezelf als pianist. En dat is broodnodig en hoognodig. Want als je dat gewoon zegt, nou, ik ga 4 weken of 6 weken niet piano spelen. Dan kan je het, het is gewoon wat dat betreft een topsport. Het is, en dan kan je, je haalt het dan best wel weer een keer op. Ik bedoel, zo'n, je hebt nu die verkleerde nacht gehoord afgelopen zaterdag. Nou, daar zitten uren in. Wat was het toen je begon eigenlijk, je droom over? Gewoon solisten bij het Concertgebouw, de roem. Ja, eigenlijk was voor mij... ik wilde heel graag cello leren spelen en muziek maken. En ik kon het zelf ook niet zo goed onder woorden brengen. Het was gewoon een soort passie en een gedrevenheid waar geen einddoel aan vast zat. Het was zo van dat... Ik wist dat ik dat wilde en dat was het belangrijkste om te doen en het mooiste. En de gaandeweg wordt de droom ook, krijgt dat een vorm. Maar het was niet, ik heb me nooit zo voorgesteld iets. Je hebt dus nooit belangstelling gehad voor het spelen in een orkest? Nou, dat is nooit mijn ambitie geweest. Maar dat is ook gaandeweg dat ik toch niet goed in een orkest functioneer zelf. Ik vond het heel eng en heel groot. En... Dus ik had het niet zoveel met een orkest. Dus het was ook, ja, gaandeweg ging ik kamermuziek spelen en solo spelen. En dat heeft een vorm gevonden, dat heeft een weg gevonden. En, nu uiteindelijk inderdaad dat ik heel veel kamermuziek speel en ook lesgeef. Ja, ik vind het heel mooi. Ik kan bij deze. Dat moet je expressiever spelen, denk ik. Meer gezongen, dat is mooier, want dan is het een beetje balans met die. Als je die gewoon meer kan uitzingen. Ja. Probeer dat eens. Nou, een goede leerling? Charlotte. Charlotte. Maar in het algemeen gesproken. Nou, ik heb heel erg geluk met mijn studenten hier, moet ik zeggen. Die werken allemaal hard. Het is natuurlijk een soort ideale situatie. Dus ja, gewoon lekker enthousiast en durven wat van zichzelf te laten zien. Dat probeer ik ook wel uit te halen. Ik wil niet precies wat ik vind. Ik geef het heel duidelijk aan van zo zou je het kunnen doen. En dat soort dingen als harmonie zijn natuurlijk wel bepalend, zeg maar. Maar ik vind het heel leuk als ze allemaal verschillend spelen. Dat is altijd de spanning als docent. Je wil graag helpen en een richting aangeven, maar je wil ook dat ze hun eigen juist zelfstandig worden en hun eigen respect hebben voor hun eigen ideeën en dat ze zelf, dat ze overtuigd op het podium kunnen staan. En ik het ook leuk is. Tagiam, tagadam, pagadam, pam. Niet, maar juist. Dat eerste is nog een van het vorige, hè? Ja.
pam. Pam, pam. Ik vind het dus een onrustige, hoe mooi ik het ook vind. Te onrustig in zijn karakter. Dus kan je nog één keer bij het begin beginnen en echt proberen om gewoon het meer te laten zijn wat het is, dan te veel te doen, begrijp je? Lesgeven, een heel verantwoordelijke taak. En, ja. Nou, daar heb ik wel momenten van gehad dat ik dacht, ik vind het gewoon een te grote verantwoordelijkheid. Mm. En niet dat ik dat nu onderschat, zo is het niet, maar ik kan beter met die verantwoordelijkheid omgaan. Mm. En je vindt het ook nog leuk? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Ja. Ik vind het eigenlijk leuker worden. Ieder jaar wordt het leuker. Ja, ja. En dat heeft te maken met het feit dat je gewoon meer vertrouwt. Zelfvertrouwen krijgt daarin, meer ervaring hebt. Het is net alsof je kan gaan fietsen met losse handen. Op een gegeven moment voel je je gewoon vrijer. Als deze niks heeft, dan kan je eigenlijk niks. Je moet even voorop, daar moet je op letten. Wat je nu doet, is dat waar je ooit van had gedroomd toen je begon? Ja, ik weet wel dat toen ik 6 was, dat weet ik zelf niet meer, maar dat schijnt dan zo te zijn, dat ik zei van, ik wil pianiste worden, ik hoef geen soliste te worden, ik wil kamermuziek maken, ik wil lesgeven, niet aan een muziekschool, maar op het conservatorium, want ik wil niet met kleine kinderen hoeven werken die nog niks kunnen. En ik wil moderne muziek maken. En alles is... Hoe oud was je toen? 6. Echt waar? Ja. Ja. Een beide hand kindje. Dat weet ik niet, maar dat op dat gebied dan wel eventjes. Ja. Ja, dus ik kan niet anders zeggen dan dat ik een zeer gezegend mens ben. Ja. Je hebt ontzettend veel plezier gedaan om dit prachtige stuk te spelen. Het is heerlijk om mee wakker te worden. Hè? Dank je. Ook heerlijk om mee te spelen. Ja, het is nog een beetje vroeg, maar het is een heerlijk stuk om te spelen. Ja. Waarom hebben jullie je met z'n drieën op het gladde ijs van het pianotrio begeven? Want het glad ijs is het toch een beetje? Jawel, het is wel glad ijs. Maar het was gewoon toeval. We zijn ooit door toevalligheid bij elkaar gezet. En toen hebben we ook dit stuk gespeeld, Mendelssohn. En dat beviel zo goed dat we eigenlijk dachten van, dit willen we veel vaker. Dus dat, nou ja, dat is dus gebeurd. We doen dit nou veel vaker. Dit is ook echt jullie eerste stuk wat jullie zijn gaan studeren. Ja. Betekent dat jullie echt van plan zijn om te proberen een hecht trio te worden? Ja. Want je hebt natuurlijk beroemde trio's. Zeg. Nou, ik noem Bozar. Ja, ja. Maar dat betekent eigenlijk dat je dus ook... met elkaar, aan elkaar vastzit natuurlijk. Want het is heel veel reizen, heel veel repeteren, hè? Ja, nou ja, dat moet natuurlijk blijken hoe dat ze zal uitpakken. Jullie
spelen nu na 25 jaar beter dan ooit, maar het lijkt nu alsof de publieksaandacht terugloopt. Dat het klimaat... Ja, dat vind ik echt. Ja. Dat is heel erg veranderd. Er waren vroeger veel meer podia om te spelen. Nederland had, ieder dorp had in feite, dat had het Nederlands impresariaat natuurlijk op een of andere manier heel goed voor elkaar gekregen. Iedere kleine gemeente had een kamermuziekserie. Dus we konden, ik weet niet hoe vaak, spelen per jaar. En dat is gewoon, al die kamermuziekseries zijn verdwenen. Ik denk dat wel heel veel concertorganisaties zich erg richten op het grote massale. En dat kamermuziekwereldje, wat natuurlijk toch iets exclusiever is, dat dan terzijde wordt geschoven inderdaad. Ik bedoel, je ziet in de theaters, zie je, cabaret is enorm groot. Je ziet nou heel veel cabaret bijvoorbeeld in de theaterserie. En dan zit er af en toe zo'n kamermuziekconcertje tussen. We hebben nooit voor lege zalen gespeeld. Dan hoorde je, ja, de belangstelling neemt af. We hebben nog nooit meegemaakt. Nou, we zitten nou inderdaad wel heel rot voor 20 mensen te spelen. Zo was nooit zo. Maar de gemeentes gingen hun subsidies daar niet meer aan geven. Er werd op bezuinigd. Er moest bezuinigd worden. Ja, waar ga je op bezuinigen? Op kunst? Ik geloof niet dat plotseling alle mensen zijn afgehaakt die ooit van klassieke muziek hebben gehouden en die dus naar die concerten gingen. Dus die zijn er allemaal nog. Het enige is dat en het publiek moet leren dat ze er geld voor over hebben. Dus dat het niet via de overheid wordt gesubsidieerd. En dat muzikanten toch ook nog een boterham moeten eten. Ja. En dus als ze dan graag die muziek willen horen en ze willen het graag op hoog niveau horen, dan zullen ze er wat meer voor over moeten hebben. Jullie nodigen regelmatig componisten uit om voor jullie te schrijven. Wat is voor jullie het belang van het spelen van die moderne muziek? Nou, het belang is natuurlijk dat het gehoord gaat worden. Die muziek bestaat niet voordat het gespeeld wordt. Mensen moeten het kunnen horen. Dus dat is onze opdracht. Ja. Wij moeten de stem van de componist zijn. En dat we niet steeds maar weer repeteren of blijven graven in het verleden. Ja, ik vind dat onze tijd bij moeten blijven. Wij moeten houden. En het is heel belangrijk om te laten horen wat mensen nu willen schrijven, wat ze nu willen laten horen. Maar je moet ze wel een beetje duwen in de richting van wat ze nog niet kennen. Ze willen altijd dingen die ze kennen. Ja. Liefste, ja. Dus voordat echt mensen er echt voor gaan staan, moeten het enorme liefhebbers zijn voor moderne muziek. Maar het is tegenwoordig zo saai dat het alleen maar gaat over de publiek, weet je wel. Ja. Het is gewoon niet waar. Het is echt zo, ik vind het zo patronizing eigenlijk naar een publiek toe. Maar jullie weigeren je daar aan te passen? Ja, we doen heel erg, we gaan daar echt wel tegenaan inderdaad. Ja, tegenin, ja. Deze 25 jaar is dat we door kunnen gaan, eigenlijk op dezelfde voet als we bezig waren, en ons voortdurend kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren. Ik verheug me zeer op verdere samenwerking met de componisten, maar ook met inspirerende collega's. Ja, met Ellen en Peter kan ik zo nog rustig 25 jaar door.